Hele goedemorgen allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze video. En ik wil jullie even wat mededelen. Jullie hebben een week lang niks van mij gehoord of gezien op YouTube. Dat kan, want ik ben namelijk alle beelden die ik de afgelopen week voor Vlogmas heb geschoten, ben ik kwijt. Echt fucking kut. Maar, dus ik bedacht me, ik kan ook een andere soort video opnemen. Maar wat ga ik doen om toch nog even jullie, zeg maar, een soort van mee te nemen? Dus ga ik weekvlog doen. Een weekvlog. Ik heb gezegd dat er geen weekvlog meer komt. Maar er komt er weer één. En over een paar weken, of over twee, komt er iets superleuks online. Ook iets met een weekvlog. Ik ga nog niet zeggen wat het is. Jullie gaan het vanzelf zien op mijn kanaal. Het is vandaag maandag. Trouwens, een nieuwe dag van de week. Het is nu maandag 18 december. Het is nu 7:30 s'avonds. En ik heb een hele drukke dag gehad op school. Maar daar gaat deze vlog niet om. Jullie gaan zien wat ik morgen en woensdag en donderdag ga doen. Allemaal in de kerst zweren. En dan ga ik jullie meenemen. Dus een korte inleiding. En let's get started with the wake vlog. Ik heb het volgende aan. Deze Justin Bieber trui met team erop. Superleuk. Broek komt van de H&M. Trui komt van de H&M. Schoenen, fans. En ik ga jullie meenemen. Hey, we hebben net meegedaan aan een quiz. Wat vond je ervan? Super. Maar het was wel leuk. En wie heeft er gewonnen? Yeah. Superleuk. Zoals je kan zien ben ik weer thuis. Ik heb een hele tijdje niet gevlogd. Maar het is ook tijd voor die weekvlog. Dus je hoeft niet heel veel te vloggen van je leven. Dus oké. Ik ben aan het werk. Voor video's shoppen. Superleuk. Ik ben ondertussen aan het facetimen. Met Anna. Super gezellig. En ondertussen zit ik nu op de website. We zitten allebei op de Wish app. Website. En ik heb zeg maar nu voor een leuke video heb ik zeg maar dit. Zo'n off-white riem. Die vind ik super gaaf. Oh my god. Ze hebben zelfs een off-white broek. Die wil ik ook. Ja, maar, oh my god. Nee, dat is te veel off-white. Oké. Okay. Welke maat moet je bestellen bij Wish? Ik heb gewoon... Ik ga voor zekerheid L bestellen. 12 euro. Wit of zwart? Zwart. Waarom kan ik hem niet... Wat is nu mijn winkelwagentje? Doei, ik ga echt geen 20 euro betalen voor een broek. Doei. Weg. Ja. Nou, ik ga nu even nog verder shoppen voor een leuke video die binnenkort online komt. En deze riem komt letterlijk pas op tussen 5 januari en 25 januari binnen. En dit is maar 3 euro. Like, wie wil dit nou niet? Fashion canvas, woman belt, waist casual, everybody, hip hop, canva belt. Ze zijn wel origineel met de namen. Dat wel. Morgen, het is vandaag woensdag en ik heb me nu klaargemaakt. Het is nu rond 9:00 en ik moet zo naar de supermarkt. Want vandaag hebben wij op school een kerstbrunch-achtig iets. Dus daar heb ik wel super veel zin in. Dus daar ga ik nog even wel iets te eten voor halen. En dan heb ik vandaag een schooldag. Ik weet eigenlijk niet tot hoe laat ik ongeveer zit. Dus dat komt wel goed. Ik heb trouwens deze trui aan. Van H&M broek. Komt van H&M schoenen, denk ik. Fans, ik weet nog niet zeker. En ik ga jullie weer meenemen. Dus gaan jullie mee? Ik ga zo meteen eerst het even maar fixen. Want dat moet ik eerst doen. En dan...
En ik ben met Olivia en Geleen. En we gaan nu naar de Intertoys. Want we gaan bingo vandaag. Yay. Zin in. Yay. Maar we hadden niet genoeg kaarten. Dus we moeten nu naar de Intertoys om het te gaan halen. Hey, Fleur! Meisje! Intertoys. Intertoys, ga mee. We moeten kaarten halen. Voor de bingo. Yay. Ik wil winnen. Uit mij. Bye. Huis aangekomen, het was super gezellig in de stad met Diana. Ik heb niet met Diana gevlogd of zo, maar jullie kennen Diana wel van de vlogs. Maar ik ben naar de stad gegaan en ik had nog wat dingetjes nodig. Bijvoorbeeld bij de Action. Ik heb dit tasje ook bij de Action gekocht. Voor een cadeautje, want morgen gaan we loodjes trekken. Of we hebben loodjes getrokken. En ik heb Gina getrokken. En daarin wilden ze wat dingetjes hebben. Dus dat heb ik voor gekocht. En we moeten zeg maar ook een gedicht maken. Dus dat ga ik ook nog doen. Van 5 euro moesten wij een cadeautje gaan kopen. En ik ben ook nog bij de H&M geweest. En dan had ik een broek gekocht. En die paste niet. En toen heb ik hem teruggebracht. En toen heb ik er 2 leuke dingetjes voorbij gekocht. Maar laten we beginnen bij de Action. Nou, Gina is dol op tekenen. Dus ik heb dit hele gave tekenblok voor haar gekocht, de drawing pad. En ik ben vooral heel geïnspireerd op die leeuw, want het is een beetje het thema van de grafische ook. Super gaaf, dus ik kan wel lekker tekenen. En bij tekenen hoort natuurlijk ook kleurpotloden, of potloden set. Dus ik heb deze potloden set gekocht, super gaaf. En bij het kleuren hoort ook een lekkere snack. Ik heb deze chocolaatjes gekocht van het merk Max Bar. Of nee, ze heet het Solen Max Bar Assort Mini Bar. En hier zitten super lekkere snoepjes in. En natuurlijk ook de tas. En bij elkaar, bij de Action, was ik 5,03 euro kwijt. Maar dat kwam vooral omdat 3 cent was het dan tasje van de Action zelf. Dus precies 5 euro. Nou, dan gaan we naar de H&M. En voor de mensen die het weten, ik heb zeg maar, die moet hier liggen. Ik heb natuurlijk deze gele trui. Die vind ik super gaaf. Maar ik vind het wel leuk om op vakantie zo'n heel pak te dragen. Dus deze trui. Die heb ik toen ooit een keer gekocht voor in de sale. En nu heb ik daarbij een bijpassende trainingsbroek. Dus ik heb zeg maar nu een heel pak. Zo leuk. En die broek was 10 euro. En toen vervolgens zag ik zeg maar een sjaal. En ik zocht al een sjaal en deze vond ik heel leuk. Het is in samenwerking met de AC-lijn. En dat is een beetje zo'n sportlijn. Dus toen heb ik deze sjaal gekocht. Er staat hier, oh, andersom. Wow. ATT. En dan hier zo'n dobbelstenen. En ja, ik vond hem gewoon zo leuk staan. En deze was eerst 15 euro, toen 8 euro. En nu maar 4 euro. Dus, dit was alles wat ik heb gekocht in Rotterdam. Wow. Het was trouwens ook super gezellig met de klas. Gewoon lekker eten. We hebben toen nog gebingo'd. Niet gewonnen. Maar ik moest net nog maar 1 fucking cijfer. En dat was nummer 35. En die waren maar niet omgeroepen. En het waren ook wel eens. Dus dit heb ik zeg maar een beetje allemaal gekocht in, wow, in Rotterdam. Ben er super blij mee. Ik ga even lekker appelsap drinken. Deze komt van de Jumbo. Super lekker. Dat ga ik doen. En dan spreek ik jullie zo. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Ik ben al helemaal klaargemaakt. Ik heb deze trui aan van de Primark. Ziet super lekker. Heb ik in mijn broek gestopt. De lege broek van H&M. En de schoenen van Vans. En mijn Louis Vuitton tas gaat ik ook mee. En we gaan vandaag die loodjes doen op school. En alles is nu ingepakt. Super cute. Kijk. Super dope. Dus ik ga nu tas maar inpakken. Ik heb geen zin. En ik ga. Oh,
met deze manier. Die print start, die cookies. Dan zit er geloof ik nog maar 1, 2. Dus dat ga ik eten. En dan ga ik even nog mijn tas pakken. En dan gaan we naar school. En vandaag wordt het dus wel een leuke dag. En dan wordt het weer vandaag on fleek today. On fleek. Zo fijn, hè? I'm ready for that. You're in this pose. I'm ready for that. Oh, we need to go for it. Kijk dan. Camera op en dan ga ik gelijk vertellen. Nu valt het zo mee met hoe licht het is. Het is gewoon omdat James hier staat. Maar je ziet deze. Ik ben gewoon wat chic, ja, oké. Dit is ook niet in zeg maar zo... Nee, Jamie maakt altijd alleen de grootste zwaar uit. Ik lach, keihard. Wat? Ja, kijk. Runway show. Wat? Ja? Oké, we gaan even... in. We gaan een thumbnail maken voor de vlog. Moet jij gewoon voor. Ja. Waar is je outfit van? H&M. Voor H&M? Ja, nee, dit is no dit shit. Groenbeer en mango schoenen, maar voor de rest nice. H&M. En dit was eigenlijk eerst 40 en 30 euro, maar nu heb ik ze allebei voor 15. Dus 30 euro samen. Nice! We zijn aan het shooten. Ines, hoe gaat het? Jullie hebben net kunnen zien hoe ik op de foto ging. Jesse, Lisa is er net ook geweest op de foto. Kijk hoe achter me leuk. Het is toch leuk. Ik ga de camera ook afnemen. Where is the water? Where is the water? What the water? Where is the water? Oh, dat is mijn rok. Ik weet dat ik dat aandoe. Lisa draagt serieus nooit jurkjes en rokjes. Nooit. Heel veel mensen. Never. Ja, maar hallo, kijk naar Lisa, kijk naar mij. Lisa is meisje, ik ben jongen. Oh, dat was het verschil. Maar er zit wel een... er zit wel een heel groot verschil in het vorm in. Ja, het geslacht is anders. Maar... dat zeker. Okay. Dus ja, Ian, waar gaan we nu heen? Weet ik nog niet. Ik wil eigenlijk naar de roze muur, maar dat is blauw geworden. Dat is blauw. Is blauw. Iemand is... vandalistisch geweest. Doe er wat aan Rotterdam. Nu kijk je heel natuurlijk, maar als Jamie naast je staat, dan moet jij hem al. Nou, ben ik laat lachen. Ja, laat er even lachen. Wat de fuck? Wat een vogeltje is dat? Met kabouterplof. Oké, locatie nummer 2. We zijn bij de Roze Muur hier in Rotterdam. Ah, leuk, dus ik zal met z'n allen foto's maken. Dat kan zelf blijven. Ja, is goed. We hebben hele leuke foto's gemaakt bij deze. Dit doet me denken aan die Kylie Jenner lip dingetjes. Nu gaat Ines weer poseren. Goodies gehad vandaag op school en net van mijn zusje en van Ian. Super leuk. Ik neem even een slok van mijn Nestie. Dan kunnen we nu beginnen. Oké, okay, nou vandaag hadden we dus loodjes op school. En ik was aan de beurt en ik weet wie me had getrokken. Floortje had me getrokken. Dus als je Floortje, als je dit ziet, super bedankt voor de cadeautjes. Ik heb als eerst best wel veel... cacao gehad. En heel erg leuk. Because I love chocolate. Ik heb als eerste de karamel zeezout chocolade amandelen gehad. En die heb ik al opengemaakt.
Want normaal ben ik niet echt van karamel zeezout. Ik heb eigenlijk nog nooit karamel zeezout op, maar deze vind ik echt heel lekker. Dan heb ik chocolademelk gekregen. Wel in de light, want je moet toch nog een beetje gezonder leven en zo, hè? Dus light. Light. En dan heb ik een chocopasta gekregen. En niet zomaar één in de smaak van cookies en cream. Dan heb ik van Ian, kreeg ik dit hele leuke zakje. En daar staat op Merry Christmas. Wat zit erin? Ik ga het openmaken. Dan zit dit erin. En dan denk je van, wat is dit? Maar dit zijn dus zelfgemaakte brownies. Super lekker. Die ga ik lekker opeten. En dan heb ik van mijn zus heb ik ook nog iets gekregen. Ze kwam naar thuis en toen kwam ze aanzetten met dit doosje. Dus ik denk, huh, is dit Treat Bubble Natural Bath? En ik, huh, wat is dit, weet je wel? En ik maak het open. Wat zit erin? Twee hele lekkere bruisballen. Dit is de Bath. Oh, dit is de Bath Muffin. Super lekker. Hij is lekker rood. Met een lekkere glazuurlaadje erop. En dan heb ik ook nog deze blauwe. Deze blauwe gehad. Met hele leuke sprinkles. Dus ik ben weer flink verwend. Ik moet dadelijk ook nog mijn koffer inpakken. Want als je deze vlog ziet, is het, weet ik nog niet wanneer het is. Ik ben dus op vakantie. En ik moet nu mijn koffer gaan inpakken als een Speedy Gonzales. Ik zit alleen nog wel af te denken of ik 5 losse vlogs doe. Of weer 1 hele grote, langere video. Of misschien van 2 dagen in 1 vlog. Of 3 dagen in 1 vlog. Moet ik even kijken hoe en wat. Ja, ik ga nu heel even alle cadeautjes die ik heb gekregen vandaag opruimen. Ik ben super verwend. Super leuk. En dan, ik ga nu lekker eventjes op mijn bed liggen. Nog even dansen, zingen, whatever. En dan ga ik daarna lekker slapen. Dus, vond je deze video nou leuk? Doe die thumbs up. Vergeet niet te abonneren. Down below. Vergeet allemaal niet te abonneren. Wow. Vergeet me zeker niet te volgen op social media. Instagram, Twitter en Snapchat. En dan zie ik jullie in de volgende vlog weer. Of video. Of wat dan ook op mijn YouTube kanaal verschijnt. Tot de volgende keer.